Eerst en vooral de zwaluwen. We zitten hier in Ruppelmonde omdat eigenlijk Ruppelmonde van Groot Kruiwieke, eigenlijk is dat het zwaluwendorp. En waarom is dat het zwaluwendorp? Omdat alleen in Ruppelmonde zijn nog meer dan 50 nesten van huiszwaluwen. In Kruiwieke zelf is er geen enkele nest meer. In Basel zijn er nog een paar in de Kerkstraat. En in Pool, u weet er nog een paar liggen, ergens in het Gevoerte. Maar dat is het. Maar hier zijn er nog 50. Dus eigenlijk hier rond de markt is dat eigenlijk een zwaluwenbastion. We zien er daar aan het gemeentehuis hangen. Boven de apotheek hangen er. Boven de horloge daar, achter Mercator, hangen daar nog nesten. En daar ook die witte gevel onder de dakgoot hangen ook nog nesten. Ja? Nu eerst eventjes algemeen over de zwaluwen. De huiszwaluw, daar komen we straks naar kijken. Welke nog? De boerenzwaluw. De boerenzwaluw, voilà, de boerenzwaluw. Te herkennen aan witte buik, lange staart, blauw, zwart op de rug. En zie je eens, onder de keel, bruin-rood. Ja? Dat is de boerenzwaluw. Welke hebben we dan nog? De oeverzwaluw. Ik heb niet direct de foto van bij. Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde, wel een kortere staart. Maar alles wat hier blauw is, is daar bruin. Alles wat wit is, is wat vuilwit. Ja? Maar die heeft ook geen rode keel uiteraard. Maar die zit aan het water en die maakt zijn nest in steile oevers. En dan hebben we nog de gierzwaluw. Maar dat is niet echt een echte zwaluw. Want die behoort eigenlijk tot de nachtzwaluw, familie van de nachtzwaluw. Dat zijn degenen die zo gierend door de lucht hoort gaan. Die zijn wat groter, die zijn heel sikkelvormig en die zijn eigenlijk volledig zwart. Ja, een maanvormige vleugelvorm. Heel goed. Oké, dan wat betreft de huiszwaluw. De huiszwaluw, hoe kunnen we die herkennen? Die is blauw. Zwart, zowel van het kopje tot aan de staart en van onder wit. Hè. Maar er is iets heel specifiek en als je dat ziet in de vlucht, voilà. Dus in de vlucht zie je een hele, hele duidelijke witte vlek. En dat noemen ze bij een vogel, dat noemen ze de stuit. Ja, ja, wat zou dat eten? Insecten. Insecten. En hoeveel insecten zou dat zo eten? Op een dag als hij nesten heeft met 4 jongen. Dat gaat er een beetje op 6000 insecten. Dus dat wil zeggen, zit er ongeveer 10 nesten. Ongeveer die bezet zijn. Dat zijn 60.000 insecten per dag dat die beestjes uit de lucht plukken. Dat zijn de natuurlijke nesten. Dus dat zijn nesten die ze zelf gemaakt hebben. Ja? Als je dan naar links en naar rechts gaat, zie je van die grijze nesten. Aan zo'n wit plankje, wit-grijs plankje. Dat zijn nesten, kunstnesten, die wij hebben laten ophangen dus met het regionaal landschap. Ja? En dat is eigenlijk belangrijk. Waarom? De oudere vogels die vertrekken zelfs voordat de jongen vertrekken. Dus dat wil zeggen, die jongen die kunnen niet zeggen van ik zal met een papa en met een mama maar meevliegen. Want papa en mama die zitten al een hele lijn richting Afrika. Dus is het heel goed dus dat die dus allemaal die ingebouwde systemen... Ik wil geen chance. Ik ook. Zeg die weg. 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 Zeg Wie moet hier nog kijken? Iedereen gezien? Ik ben nog niet. En we willen weten, als we beneden komen, hoeveel nesten heb je nu gezien? Dus natuurlijke nesten, dus die met bolletjes gemaakt zijn, of die cementen nesten. Die gaat zo, dus
voedselproppen vormen. En zo'n ene prop kan er 1200 insecten van. En als die 1200 insecten bij is, dan moet je natuurlijk niet alle 5 minuten naar haar nest om haar jongen te voeden. Je kan 2-3 keer per dag. Pas op met die ouders hier, hè? Wij vinden dat jullie een fantastisch toffe klas zijn, dat je heel goed opgeleid hebt, dat je heel veel interessante vragen gesteld hebt. En daarom gaan wij u benoemen tot Zwaluw Ranger. Weet je wat dat is? Een soort zwaluwpolitie is dat eigenlijk. Omdat we hopen dat je mee helpt de zwaluwen verdedigen. Dus als er ergens een zwaluw onder het dak gaat wonen, dat die mensen die niet afstoten, maar dat ze de milieudienst bellen naar de gemeente. En dan komt die wel zorgen dat er een plankje onder het nest komt, ja, zodanig dat die beest niet, hè, of het nest niet afgebroken wordt. En daarom krijgen jullie allemaal een pin, noemt men dat. Hè. Maar je gaat me eerst vertellen en dan zullen we zien of je goed opgelet hebt.